Hallo dames en heren, welkom bij een nieuwe video van Wrestle Generation X. Vandaag WrestleMania nummer 8 vanuit de Hoosier Dome in Indianapolis, Indiana op 5 april 1992. Deze WrestleMania die gaat om Ric Flair. Als je het echt even van buitenaf even naar kijkt, zeg maar, waar wordt deze WrestleMania om herinnerd? Als de Ric Flair WrestleMania eigenlijk. Deze WrestleMania had weer Gorilla Monsoon en Bobby Heenan in een commentary. Dit is by far de beste commentary tot nu van alle WrestleManias. Dit was echt geweldig, wel beter dan WrestleMania 7. Ric Flair dus. Jij had natuurlijk in de 80's, had je Hogan bij WWF en Flair bij NWA. Dat waren gewoon de twee grootste namen op het moment. En ze waren ook allebei veelvoudig world champion. Dus als je logisch nadenkt, zou je zeggen, nou, Flair's in de company, Hogan is in de company. Een WWF Championship match tussen deze twee zou moeten gebeuren. Maar dat was niet het geval. Het zat namelijk zo, Hogan en Flair die hadden wat untelevised matches gehad. Maar blijkbaar lag er geen klik tussen hun. Tenminste, zo zegt de WWE, ja, zo zegt de WWE nu, van dat het gewoon niet werkte. Ik noem dat gewoon bullshit. Ik denk gewoon dat er te veel ego issues waren tussen die twee. Dat het gewoon niet werkte. En dus hadden we twee main events. Ric Flair tegen Randy Savage en Hulk Hogan tegen Sid Justice. Op papier heeft deze show drie interessante matches. Misschien vier. De match tussen Ric Flair en Randy Savage. Roddy Piper die zijn Intercontinental Championship verdedigt tegen Bret Hart. En je hebt dan ook nog Jake Roberts tegen Undertaker en Shawn Michaels tegen Tito Santana, wat dan wel leuke matches op papier eruit zien. En dat bleek ook uiteindelijk zo te zijn. Dat waren eigenlijk gewoon de enige leuke matches op deze show. Verder iets wat wel echt op deze show te merken is dat er veel misging. Laten we daarop houden. Niet alleen in de ring, maar ook behind the scenes. Er waren gewoon veel problemen op dat moment. En natuurlijk later dat jaar werd het nog veel groter met de drug and sex scandal. Dus ja, WWF was niet echt op zijn best op het moment eigenlijk. Het was dat Flair er was, wat het leuk maakte. Maar verder denk ik niet dat 92 een goed jaar was, net als 93. Dus ja, goed, laten we gewoon de show beginnen. Shawn Michaels tegen El Matador, Tito Santana. Santana is dus terug naar zijn roots gegaan. En Shawn Michaels is echt de dik heel geworden. Is heel geturnd op Marty Jannetty. We kennen allemaal de beroemde break-up. Heeft nu Sensational Sherry bij zich. En die gewoon compleet negeert. Ik heb eens gehoord dat hij echt een hekel had aan Sherry. En hij wou niks met haar te maken hebben. Dus dat was wel te merken bij deze match. En dat is ook bij die match van WrestleMania 9. Dit was een leuke opener. Dit is beter dan ik me kan herinneren eigenlijk. Het is eigenlijk gewoon Santana die Shawn Michaels gewoon ownde de hele match. En dan Shawn die dan heel cheap wint. En echt zo van fuck you Shawn. Kom op. En hoe die dan kijkt met zijn arrogante kop. Ik vond het leuk gedaan. Ja, leuke match dus. Dan een Legion of Doom interview. Dit was veel en veel te lang. Dit duurde echt uren. Nou ja, oh man, en het was pas na de eerste match. Hè. Ik snapte echt helemaal niks van. Je hebt één match gehad, in plaats van dat je dan even lekker doorzet. Eerst echt, volgens mij heeft het echt 10 minuten geduurd. En dan ook nog een hele lange videopackage van Jake Roberts en Undertaker. Het is echt een faal in time management gewoon. En dat zie je over de hele show wel. Het is gewoon compleet misgegaan. En dat bedoelde ik dus wat ik eerder zei. Er zijn veel fuck-ups op deze show. Maar goed, Undertaker tegen Jake Roberts was de volgende. En hier is het verhaal dat Jake Roberts in het echt weg wou van WWF. En die wou gewoon niet meer gaan werken op WrestleMania 8. Maar uiteindelijk is het dan toch een deal gesloten dat Jake wel de job ging doen voor Undertaker en daarna weg zou gaan. Dus ook hier gingen dingen mis. Jake Roberts, een van je grootste namen, die gaat weg. Dit is wel een interessante match. Zeg maar dit liet echt zien de Batman gimmick van Undertaker. Dus dat hij soms gewoon ondoordringbaar is. Dat de finisher moves niet altijd helpen op hem. Dus het is op zich wel een integrerende match. Je kunt het echt een prep match vinden omdat Undertaker no-stelt. Maar goed, ik vind het echt bij zijn character pas.
Ik zei daar niet zo over. Het was zo'n aardige match op zich. Leuke toevoeging aan de show. En het is zo mooi dat Undertaker toch een overwinning krijgt op zo'n grote naam natuurlijk. Dan de derde match. En we zijn pas drie kwartier in. We zijn al drie kwartier in de show. Het schiet maar niet op, man. Echt steeds weer die super lange video packages. Ik had gewild dat ze wat meer mengden qua grotere matches en minder grote matches. Ik bedoel, je had Owen Hart versus Skinner of zo. Die had je hier even snel kunnen doen, bijvoorbeeld. Want dan had je ook niet steeds van die lange video packages. Had je gewoon even een korte match kunnen doen die geen video package nodig had. Maar in elk geval. Dan de derde match was de Intercontinental Championship match. Roddy Piper de champion tegen Bret Hart. Dit was zo'n goede match. Ik vond het echt super tof. Dit was echt een mix van amateur wrestling, wat dan Bret Hart was. En de street fighting, en dat was dan Roddy Piper. En dat hebben ze heel goed, dat hebben ze echt heel goed neergezet. Dat verhaal van stijl tegen stijl. Het was ook echt continu actie. Bret was Piper steeds te slim af met zijn wrestling. En Piper die was gewoon bruut met zijn street fighting. Bret begon te bloeden uiteindelijk. Maar uiteindelijk, toen het puntje bij paaltje kwam, toen kon Piper de ringbel gebruiken om Bret Hart te slaan. Maar hij besloot het niet te doen. En toen versloeg Bret Piper en toen waren ze als vriendjes de match uitgegaan. Ja, dat was dus een hele goede match. Ik kan er echt van genieten. En zeg maar ook echt iets wat ik hieruit... uit opnam was dat wrestling neemt het over. Bret Hart is de nieuwe gast voor WWE voor de komende 10 jaar. Of tenminste op de planning was natuurlijk 10 jaar. Het was in feite maar 5 jaar. Maar hij introduceerde echt dat wrestling en de match quality. Zeg maar die era begon hij. En dan was dit wel een goed verhaal zeg maar om dat te doen. Want je had Bret de amateur wrestler tegen de Street Fighter Piper. En Bret laat zien dat je met amateur wrestling street fighting kan verslaan. Dus zeg maar, wat dat betreft is een heel goed bericht zeg maar, voor de toekomst. Maar iets wat ik totaal niet snap hier. In de tijd van 1992, toen deze show was, toen was er een no bleeding policy. Dus er waren gewoon boetes uitgereikt voor mensen die zouden bleden en daardoor zouden gaan bloeden in de match. Bret heeft hier geen boete gehad, maar het is ontzettend duidelijk dat hij wat in zijn hand had. En hij heeft ook echt duidelijk zitten bleden. Hij heeft hier geen boete voor gehad. Terwijl Ric Flair in twee matches hierna, die heeft wel een boete gekregen. En hij bleedde ook, maar Bret hier niet. Ik snap er echt helemaal niks van. Het is duidelijk zichtbaar. Whatever. Goed, dan weer een Lex Luger interview die weer uren duurde. Veel te lang. Echt, er is zoveel time-filling content. Dat ik me echt afvraag, wie heeft het geboekt in godsnaam qua time management? Want uiteindelijk zal er een match die wel ingeroosterd stond, die gaat niet gebeuren. Die wordt gewoon weggevallen. Ik snap hier helemaal niks van. Maar goed, tot dusver is een leuke show buiten de slechte time management. Dan een 8-man filler match. Dit waren de Nasty Boys, de Mountie en de Repo Man. Tegen Hacksaw Jim Duggan, Sergeant Slaughter, Virgil en Big Bossman. Dit werd echt opgebouwd als een brawl en niet als een wrestling match. Wat ik heel raar vind, aangezien zeg maar, het bericht van de vorige match was dat wrestling beter is dan een street fight. Maar goed. Dit is basically gewoon allemaal gastjes die geen match hadden, die geen grote program hadden. Maar die wel op de kaart wil hebben, dus ik snap het wel. Wat ik zeer opvallend vind, is dat Sergeant Slaughter echt de grootste heel het jaren voor. Hier gewoon een white meat babyface is. Maar goed, deze match is echt crap. Eén groot rotzooitje. Heel veel botjes en fouten in de match. Het is gewoon een zooitje. Echt van die filler crap is het. Dat vond ik helemaal niks. Dan de WWF Championship. Ric Flair, de champion. Die won natuurlijk de Royal Rumble. Tegen Randy Savage. Dit is zo'n vette match ook. Ja, dat is eigenlijk gewoon wat je verwacht. Als je zegt Ric Flair en Randy Savage, dan verwacht je gewoon een geldige match en dat kreeg je ook. Dit zijn gewoon, ja, het is discussieerbaar dat, discutabel, dat Ric Flair en Randy Savage in de 80's de beste workers waren in Amerika. Deze match zat heel goed in elkaar. Je had zeg maar die comeback van Savage, die echt heel langzaam ging. En steeds zat Mr. Perfect er maar tussen.
En uiteindelijk kwam dan Miss Elizabeth om Randy te helpen. En toen ging Rick Flag continu op het been van Randy Savage. Echt dat het leek alsof hij gewoon zijn been had gebroken. Door het cellen van Savage leek dat zo. Dat zag echt super vet uit. En Rick Flag bleef maar op het been, maar toen was het Savage met een roll-up. Na ontzettend veel vette neervals en false finishes. Dit is echt een van de beste world title matches op WrestleMania, vind ik. Dit is echt super goed. En ik vond het ook een betere match dan die op WrestleMania 7 van Randy Savage. Ik vond deze meer, zeg maar, meer gebruik maken van neervals, maar ook, zeg maar, nog steeds die storytelling erin hebben. Ik vond het geweldig. Ik heb één probleem met deze match, en dat is dat het niet in de main event staat. En daar heb je weer gewoon een grote fuck-up van WWE in dat moment. Ik snap het echt niet. Deze match wordt half vergeten hierdoor. Ja, want gelijk na deze match zei hij, oh ja, maar we hebben nog een andere main event. Alsof deze match nog niet goed genoeg was. Ik snap het gewoon niet. Je hebt in deze match en Ric Flair en Randy Savage. En het is de world title. En je hebt een happy ending met Randy Savage die de title wint van Ric Flair. En aan de andere kant heb je in de echte main event Hogan. Die dan potentieel zijn laatste match heeft. Goed. Tegen Sid, die nog amper iets had bereikt in WWE toen. En je had Warrior die zijn comeback maakte, maar die was niet in de actie. Ik snap er helemaal niks van. Goed, dan hadden we een intermission. En dan zag je al weer video packages natuurlijk met Psycho Sid. Die al die gekke dingen deed die iedereen versloeg. Dat was wel grappig om te zien. Vier matches om de show te eindigen. En dit is zeg maar echt de tweede helft van de show. En dit, ja, hier gaat het echt bergafwaarts. Zeer snel. Je hebt Rick Martel tegen Tatanka. Dit was dan nog wel oké. Het is de beste match van de tweede helft, sowieso. Het was totaal niks bijzonders. Echt, het is ontzettend onopmerkelijk. En gewoon een match die je zo vergeet. Echt waar, ik weet er nu al bijna niks meer van. Dan de tag title match. Money Incorporated. Dus Ted DiBiase en IRS. Urban R. Scheister. Tegen de Natural Disasters, Earthquake en Typhoon. Dit is weer echt zo'n fucked up iets. Eigenlijk zouden de Road Warriors hier er tegen gaan. Maar een van die Road Warriors, ik weet niet meer precies, die was suspended, geloof ik. Dus die konden niet in actie zijn. En toen was het dus maar, oh ja, nou goed, we doen maar Earthquake en Typhoon. En dit was ook crap, jongen. Holy shit, dit is echt een van de slechtste tag matches op WrestleMania ooit. Dit was echt waardeloos. Je hebt gewoon continu dat Typhoon de hele match gewoon aan het cellen is. Wat ontzettend saai is. Echt geen kut aan. Een comeback, die is er niet eens. Op het moment dat er ook maar iets, dat er ook maar iets spannends gebeurt. Wordt Money Inc. gecount out. En doen ze dan expres. Ze lopen weg met de titles. What the fuck. Gewoon, je hebt hier helemaal niks uitgehaald als fan. En die Natural Disasters zien er als nerds uit dat ze niet achter Money Inc. zijn gegaan. Dit is echt de slechtste shit gewoon op deze show. Dan Owen Hart tegen Skinner. Man, als je het had over waardeloos, dan heb je dit nog even. Het was gewoon een minuut. Skinner pakt Owen tijdens zijn entrance. En Owen doet een O'Connor roll om te winnen dan. Klaar. Het is duidelijk ingekort. En ja, je hebt weer de time management. Je hebt fucking lange video's en interviews en zo op deze show. En dan hier geef je deze match even een minuut. En whatever. Dan de laatste match. Er zijn maar 10 matches op deze show. Iets wat, volgens mij had WrestleMania 1 had ook 10 matches. Maar daarna zijn het altijd 12, 14, zelfs 16 matches geweest. Dus wat dat betreft gaan ze de goede kant op qua aantal matches op een show. Ja, er was eigenlijk een match nog. British Bulldog tegen de Berserker. Die gewoon niet heeft plaatsgevonden. Maar dat stond wel ingeroosterd. Dat was gewoon gepromoot voor deze show. Maar daar snap ik helemaal niks van. Deze show was maar 2 uur 40 minuten. En ja, tuurlijk. De shows toen met tijd waren korter. Maar de vorige WrestleMania was 3,5 uur. Ik snap hier niks van. Dit was... Ja goed, dus Hogan tegen Sid Justice was de main event. En zeg maar de enige aantrekkingskracht die deze match had, was dat het misschien Hogan's laatste match kon zijn. Goed. Voor het einde was deze match prima. Het was oké. Okay.
Het leek de beste match van de tweede helft van de show te zijn. Dat is zo. Dat nemen ze niet meer weg. Maar de grootste fuck-up van deze show was het einde van deze match. Echt, ze hebben compleet die match verneukt gewoon. Dat het waarschijnlijk de slechtste WrestleMania match main event ooit is. Je hebt, oké, laat ik even schetsen. Hogan pint Sid na de leg drop en Sid doet een kick-out. Nou, dat is wel iets waarvan je denkt, what the fuck, hier gaat iets mis. Dit kan niet. Sid die uit een leg drop kickt. Want dat deden ze toen nooit. Nooit deden ze dat. Vervolgens springt Harvey Whippleman op de apron. Daar heb ik ook wel zoiets van, waarom? Ik bedoel, Sid is net uitgekickt. Kijk, als hij dat nou doet tijdens de pinfall, dan snap ik het. Dan kun je de ref afleiden en dan kan Sid uit de leg drop kicken. Dat is dan veel begrijpelijker. Maar pas na de pinfall springt Harvey Whippleman op de apron. Hulk Hogan plukt Harvey Whippleman van de apron af. Hij pakt hem. Whippleman raakt hem niet eens aan. Hogan pakt Whippleman. Disqualification. En what the fuck, sinds wanneer gebeurt dit? Gewoon, hoe vaak gebeurt het dat een wrestler een manager aanvalt en dat hij daardoor niet gedisqualified wordt? Dat gebeurt zo vaak. En ineens is het een disqualification. Dus ja, er is duidelijk iets misgegaan hier. Vervolgens gooit Hogan Whippleman naar Psycho Sid Justin. En je ziet ze elkaar aankijken, Hogan en Sid. Ze kijken elkaar aan en denken, ja, wat nu? Fuck. Vervolgens legt Sid hem maar neer. En dan komt Papa Shango naar de ring toe om de brawl, die er ontzettend knullig uitzag, tussen Hogan en Sid Justice op te breken. En ik snap hier helemaal niks van. Waarom zou je pas na de match erheen gaan als je toch gewoon shit wil verzieken? Waarom doe je niet gewoon tijdens de match? Want dan heb je ook gelijk veel meer impact als je Hogan de match zou kosten. Dus ja, ik vermoed dus dat Papa Shango zijn spot had gemist. Dat hij te laat was en dat hij degene was die de pin had moeten opbreken. Ik denk dat het zo had moeten zijn. Maar hij was gewoon veel te laat. Dus ja, Sid no-sellt de leg drop. Echt 30 seconden na staat hij weer op. En doet alsof er niks aan de hand is. Warrior die komt de dag redden. Die komt Hogan redden van Papa Shango. Je ziet hem langs Psycho Sid lopen. En Psycho Sid doet weer Sid Justice lopen. En Sid doet er helemaal niks aan. En staat er gewoon met zijn chair. Ja, fuck it. En dan uiteindelijk zijn het Hogan en Warrior die de show eindigen. Omdat ze Papa Shango en Sid Justice hebben verdreven. What the fuck. Dit is zo waardeloos. Dit had best een leuke match kunnen zijn. Maar het is gewoon omdat die Papa Shango denk ik zijn spot had gemist. Is gewoon compleet misgegaan. Klopt geen reet van zo. Oh, wat een waardeloze main event is uiteindelijk. En het is zo jammer. Het had gewoon echt een goede match kunnen zijn. Ja, goed, dus in het algemeen is het echt een show van fuck-ups en ook backstage gewoon dingen die mis zijn gegaan. Teleurstellingen, dingen laten liggen. Ik bedoel, Hogan en Flair had deze show moeten eindigen. Zo simpel is het. Maar dat was niet zo. In mijn ogen is het gewoon de no-brainer main event. En dan als tagline wie de echte world champion is. Wie wil dat nou niet zien? Hogan tegen Flair. En uiteindelijk heeft WWE zoiets gehad van, nou, we geven dat maar aan WCW, die dat uiteindelijk in 94 geloof ik hebben gedaan. Ja goed, dus deze WrestleMania. Het is echt een leuke eerste helft. Buiten die 8-man tag team match. En buiten het tijdrekken. En al die videopackages en interviews. De tweede helft was echt een car wreck. Echt, holy shit, wat een slechte tweede helft. Er is duidelijk wat ingekort, bijvoorbeeld bij Owen versus Skinner. Er is een match gecanceld door de slechte time management. Een waardeloze main event. Een van de slechtste tag team matches die ik ooit heb gezien. En what the fuck, maar 2 uur en 40 minuten deze show? Wat de hel is hier aan de hand? Ja, dus goed, het eerste anderhalf uur van de show was leuk, maar de laatste 5 kwartier was echt crap. Dus ja, het is een beetje moeilijk een cijfer geven, maar het zo rond de 5 plus of zo gaat hem worden. Goed, dat was het. Bedankt voor het kijken. En tot volgende.